we staan in Lederakker even in het dorpshuis, krijgen wij hier in Lederakker een bruisend kerkplein? Ja, dat krijgen we zeker. Zaterdag 22 juni organiseren we voor de tweede keer Leker Live. In 2022 hebben we dat voor de eerste keer gedaan. Dorpsvereniging Het Leker heeft toen het initiatief genomen en er was eigenlijk een hele goede aanleiding voor. Het dorpshuis bestond in 2019 10 jaar. En wij dachten toen als bestuur van de dorpsvereniging, laten we dat eens gaan vieren met een pleinfeest. We hebben toen de organisatie opgetuigd. We waren er helemaal klaar voor. Alleen corona gooide roet in het eten. Dus in 2022 is het ervan gekomen. Het hele plein was omgetoverd tot een groot festivalterrein. Dus rondom het kerkplein. En met medewerking van de gemeente Land van Kuik zijn we in staat om ook de straat af te sluiten. Dat gaan we aanstaande zaterdag ook wel doen. Dus ja, het wordt een heel mooi festival met podium, met een aantal muzikanten. We hebben een fantastische band, een coverband Fantix. En we starten met DJ Piet Stuifklei. En we sluiten af voor de jeugd met André Zegers. In de middag hebben we ook een kermisfestival voor de jeugd van Lederakker en Sint-Tunis. Dus we starten die dag met een leuke activiteit voor de kinderen, de kermis. Ook met medewerking van de gemeente Land van Kuik die dit subsidiëren. Dus er is volle proering in het dorp. En ik wens iedereen van harte welkom aanstaande zaterdag. Jong en oud uit de regio. Iedereen is van harte welkom. Het begint om 8 uur en we sluiten om 1 uur met een hopelijk heel mooi evenement. Waar we straks weer met z'n allen met heel veel plezier op terug kunnen gaan kijken.